Laten we hopen dat we hem over 5 jaar ook nog met een artikel zien. Maar dan hoe hij het heeft in zijn garagebox van 15 vierkante meter. Het blijven verheerlijken van dit soort vloggers, wat natuurlijk geen beroep is. Dames en meiden, en welkom weer terug hier zo bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag en ik begin eigenlijk... Ja, trouwens, ik zit echt fucking blij te doen nu op dit moment. Maar ik ben eigenlijk gewoon echt helemaal super chagrijnig, dus... Leuk om zo de vlog te beginnen. Maar, zoals jullie misschien al gezien hebben in de video van gisteren, of nu, ik weet eigenlijk niet eens of die nu wel scherp stelt. Maar mijn vlogcamera is dus kapot. Hij stelt dus niet goed scherp meer. Als je met meerdere personen in de auto zit, of als je een video opneemt met meerdere personen, dan stelt hij gewoon niet meer scherp. Hij blijft de hele tijd uit focus en het is super irritant om naar te kijken. Je moet eigenlijk de vlog van gisteren maar kijken. Hij doet het gewoon niet meer. En het leuke is dus, deze camera samen met de lens kost samen 4.500 euro. Dus als ik nu een nieuwe camera moet kopen, dan ben ik daar best wel een beetje zuur van. Kunnen jullie denk ik wel begrijpen. Goedemorgen dus. Ik ben onderweg naar de Camera Express. En ik ga vragen wat er aan de hand is. Want ik weet dus niet wat er precies aan de hand is. Mijn camera is ook niet gevallen. Geen idee. Maar ik moet per direct natuurlijk gelijk een nieuwe camera hebben. Want ik kan geen dag skippen. Dat is het irritante van vloggen. Je kan niet even wachten tot de camera gerepareerd is of wat dan ook. Dus, dit is een groot probleem en ik ben dus onderweg naar de Camera Express, want ik hoop dat zij het misschien nu gelijk kunnen oplossen en kunnen zeggen, yo, dit is het probleem. Maar ik ben bang dat die opgestuurd moet worden ter reparatie. En ja, dat kan ik dus niet hebben, dus dan moet ik eigenlijk gewoon... Oh, dat klinkt zo kut. Ik moet dan gelijk een nieuwe camera kopen. Eigenlijk een probleem wat een vlogger niet echt kan hebben. Je zal nu misschien denken van, Hudgy, hij doet het nu toch gewoon. Ja, nu doet hij het wel, maar straks, echt 5 minuten later, kan het zo zijn dat hij dus weer gewoon echt tript en het niet doet en dat het weer helemaal fout gaat. Het is dus voornamelijk als je met meerdere personen in beeld komt en dat gebeurt dus best wel vaak in mijn vlogs. Oh, sta ik ook nog in de file met de regen. Oh, jongens, ik ben echt een partijtje chagrijnig. Dit kan je echt... Jeetje. Hier stopt hij dan toevallig de file, jongens. Het staat gewoon helemaal vast. Dat zou betekenen dat ik echt zo'n 1,5 uur terug ben. Oh, wat een Sorry. Een camera is het meest belangrijkste voor een vlogger. Dat kunnen jullie natuurlijk allemaal wel begrijpen. Hij doet het nu. Ik ga dus nu maar gewoon op goede hoop af dat hij het doet. Ik ben blij dat hij het nu gelukkig wel doet en dat dit allemaal scherp is. Het stuur is zelfs scherp en weet ik veel wat. Maar ja, ik dacht, ik deel jullie even de struggles van mij nu als vlogger zijnde. Er zijn gelukkig 10.000 ergere dingen in de wereld natuurlijk. Maar ik wil gewoon altijd de beste kwaliteit voor jullie leveren en dat ook gewoon beeldscherp is. En als je naar de vlog van gisteren kijkt, dan zie je dat het gewoon echt dramatisch was. Het is me ook een partijtje een pisweer. Dat is echt ongelooflijk. Nou, jullie weten nu dat als de camera een paar keer niet scherp stelt op bepaalde dingen, dan weten jullie het probleem. Ik kan daar op dit moment ook niks aan doen. Probeer het zo snel mogelijk op te lossen. Maar jeetje, dit weer ook. Even lekker in de regen, jongens en meiden. Kijk eens, mijn vriendelijke eend staat hier zo. Hallo, Lilo. Hieronder. En, oh, je hoort het zelfs. Je hoort de kwaken. Hé. Hey. Of komt ze nou tevoorschijn net? Oh, kijk, ze komt echt net tevoorschijn. Daar loopt ze. Hieronder zit ze dus nog steeds soms te broeden. Ik ga heel even mijn camera in het gat douwen. Kijk jongens, je ziet nog steeds daar de eieren liggen. Zie je het? Er liggen nog steeds allerlei eieren. Wow, trouwens. Lijkt net alsof er eentje opengebroken is. Of zie ik dat nou verkeerd? Ah, kijk. Hier zo zie je ze nu nog beter. Even van de andere kant. Nou, het zijn er sowieso nog een stuk of 10 lijkt het wel. Ze lopen daar met z'n tweetjes. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik denk dat wij jullie echt moeten teleurstellen over dat het gewoon niks meer gaat worden. Ik loop heel even eruit hier. Jullie hebben heel vaak gevraagd om een eende update. Nou, ik denk dat ik die nu toch echt wel een beetje kan geven. Het is nu bijna 40 dagen geleden dat wij ontdekten dat zij met z'n tweetjes een nest hadden. Ze zijn helemaal hyper en hyper. Even naar binnen, want precies. Het is hier echt een zeikweertje. Niet te geloven. Ja, er zit naast mij. We zitten weer even terug in de auto. Waarschijnlijk is Jada nu dus onscherp, denk ik. Tenminste, ik weet het niet zeker. Maar jongens en meiden, zoals we al vaak hebben aangegeven, we hebben er nu oprecht gewoon geen vertrouwen meer in. Eigenlijk na 28 dagen hadden die eieren uit moeten komen. Ja. Maar wij denken dat het gewoon niet meer gaat gebeuren. Nee, jammer genoeg niet. Maar ja, elk jaar is er een nieuw broedseizoen dus. Ja, dat is dus wel zo. Het is wel elk jaar weer een nieuwe kans dat er natuurlijk eentjes uitkomen. We snappen alleen niet precies wat er nou echt fout gegaan is. Want die eieren liggen er inderdaad nog steeds. Zijn er echt ontzettend veel geweest, maar geen eentje daarvan is dus uitgekomen. Of we moeten nu nog een broedmachine kopen, maar ik weet niet of we daar dan te laat mee zijn. Ik weet niet hoe dat zeg maar in zijn werken gaat en zit. Of we dan nu nog gewoon die eieren die we daar hebben liggen, of we die nog erin kunnen doen.
Want dat lijkt me niet, toch? Misschien dat jullie daar meer verstand van hebben. Maar ja, het grote nieuws en het hartstikke leuke nieuws wat we dus hadden, dat we dachten dat we echt allemaal BB1 zouden krijgen, dat... Is weg. Ja, is weg. Dus we moeten jullie echt jammer genoeg daarin teleurstellen. Het is ongelooflijk. Mijn zagrijnige gevoelens zijn weg, jongens en meiden. Ik had in de vlog ook verteld dat ik super zagrijnig was, dus... Oh. Ja. Komt dat? Focus die niet? Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Oh, sorry. Ja, maar jij bent wel vaker zagrijnig. Maar ik ben blij dat je het ook keer in de vlog zegt. Want normaal reageert gewoon op mij. Ik opende zo super vet enthousiast mijn vlog. En ik zei, goedemorgen! En ik zei, ja, eigenlijk ben ik echt tegen zagrijnig. Want ik heb er helemaal geen zin in vandaag. En dat was ook oprecht zo. Ja. Maar ze zijn een beetje gedempt. Wij zijn op dit moment in Amsterdam. Want wij gaan straks inchecken in een hotel, jongens en meiden. Morgen heeft Jade namelijk weer de opnames van Spill the Juice. Dus we dachten, het is handig als we alvast in Amsterdam zijn. Dan kunnen we wat spullen droppen daar. En dat is allemaal, nou, komt er allemaal gewoon even wat beter uit. Dus vandaar, over een kwartiertje komen we aan. Het is een heel apart hotel. Want ik ga even de camera neerzetten. Jij kan het beter uitleggen namelijk. Ja, als je scherp bent. Nee, je wilt mij gewoon niet meer op beeld, hè? Ja, nee, dat is de camera. Nee, alle alle kamers hebben een bepaald thema. We hebben volgens mij zelf de fietskamer, maar je hebt bijvoorbeeld ook een timmerkamer, een schilderkamer. En dan is zeg maar heel de kamer ingedeeld op het thema. En wij hebben fiets nu. Als het goed is wel. Oké, okay, we gaan het in ieder geval zien. Je snapt het idee. Wij gaan naar het hotel. Oké. Okay. Yo. Rustig. Ja, ik moet naar het parkeergarage daar. Ja, dan kan je gaan. Oké, top. Denk aan. We are in Amsterdam! Hey! Dit is toch die... We rijden op de trambaan. Die fotospot. Fotospot? Dat weet jij alleen. Oh. Ik heb geen idee waar jij het over hebt. Ja, dat staat zo... Ja, man. Ja, man. Je ziet het. Ja, man. Ja, dit is mijn boekhouder. Zal ik even vragen of ik nog geld heb? Holy moly, jongens. We zijn in onze hotelkamer aangekomen. Is een beetje klein. Via deze kast moet je dus naar de kamer toe. Dus, nee, oké, dit is helemaal niet waar. Hey, dit is onze kledingkast. Kijk eens. Wij zeiden net, wat zeiden we ook? Een fietsenmaker, hè? Nee, een klokmaker. Nee, ja, maar jij zei een fietsenmaker. Dat is voor het vanmorgen. Oh, oké. Maar het is dus vandaag inderdaad de klokkenmaker. Kijk eens, hier zit ook overal klokken hangen. En dit is dus hoe de kamer eruit ziet. Kijk eens even hoe mooi, jongens. Er hangen hier dus ook allerlei dingen met klokken aan de muur. Kijk eens hier zo, er hangt hier een hele grote klok aan de muur. Hier zo leuk het bed versierd. En let op, er staat dus hier zo de klokmaker. Our designer went all in for the clockmaker craft and therefore your room is packed with custom art and furniture pieces made from old clocks and their parts. Ah, dus echt... Allerlei delen. Is dit een bijvoorbeeld van een oude klok gemaakt of zo? Het zou dus best wel kunnen. Dit ook, maar dit ziet er heel apart uit, deze stopcontacten. Maar nu ben ik wel benieuwd trouwens naar de badkamer, want die hebben ze helemaal niet gezien. Even kijken. Heeft het ook iets met klokken te maken? Of niet? Oh, het is wel gaaf zo. Oeh. Ja, best wel cool dit. Ah, jongens, check. Dit valt me gelijk op. De tafel hier zo is dus van allemaal oude schroeven uit een klok. Weet je zo'n ding? Nou, gewoon heel... Dat hele mechanisme. Een spinnenwiel, toch? Of een spinnenwiel, ja. Dat zou best goed kunnen, inderdaad. Gaaf. De deurklink hier zo, die lijkt een beetje op een oude wijzer. Kijk maar. Precies die vorm zo. En voor de rest kan ik 1, 2, 3 even zo niet iets vinden. Nog een leuk feitje om misschien te vertellen. Ze hebben dit pand waar wij dus nu in zitten, dit hotel in zit, hebben ze dus laten onderzoeken door iemand die nou, best wel van de geschiedenis af weet, zeg maar. Het studeert. Ja, het studeert. Zo, ik kom er even niet op. Nee, ja, is goed. En daarbij hebben ze dus ontdekt dat er dus allerlei ambachtslieden hierin gewerkt hebben en gewoond, toch? Ja. En daardoor zijn ze dus erop gekomen om het, ja, een soort van... Deze kamers in te richten. Ja, en hun te eren, om het zo maar te zeggen, denk ik, toch? Ja, geen idee. Waarschijnlijk kijkt degene terug die het net tegen ons heeft verteld en denkt echt, dit was niet wat ik heb verteld. Bruh, ik probeer niet eens iets leuks te vertellen, maar het lukt niet helemaal. Oh, nou... Op jou. Ik dacht echt, straks komt hij tegen het plafond weer in mijn eigen ogen. Jongens en meiden, het leek me leuk om in deze video nog even een beetje te reageren op het artikel wat van mij online is gekomen. Het is namelijk ook op Facebook gezet, op het AD is het natuurlijk gekomen. Zelfs in de Belgische krant is het gekomen. Hartstikke leuk daarvoor trouwens, of hartstikke leuk. Nu is het zo dat de titel in de krant was natuurlijk een goede pak in de titel. Hè? Daar moet ik ook altijd met mijn vlogs een beetje op letten. Giovanni23 woont in miljoenen file en heeft Ferrari in zijn garage. Blijf beseffen dat dit bizar is. Nou, best een... opvallende titel. Nu is het bericht dus ook op Facebook geplaatst. En Facebook kennen we natuurlijk eigenlijk ook wel van de... Nou ja, sorry dat ik het zo zeg. Veel zeikende oude mensen, oude moeders. De Karens. De Karens, ja. Zo kunnen we het beter noemen. Maar er waren ook heel veel leuke reacties. En heel veel mensen die het wel mooi vonden. Ik vond het dus wel grappig om hier een paar voor te lezen. Want nou, de titel heb ik dus net voorgelezen. Ik had dus ook iets gezegd als in... Elke ochtend als ik mijn trap afloop en mijn Ferrari zie, dan denk ik... Wow.
Nou, is nog steeds zo. Dat gevoel ken ik wel. Elke dag als ik naar mijn werk ga, zie ik mijn prachtige Aygo staan voor in mijn tuin. En dan denk ik, wauw, wat een zuinige wagen heb ik toch. Nou ja, zeker waar. Hartstikke mooi. Er staat natuurlijk ook altijd weer zo'n comment tussen van iemand die zegt... Het blijven verheerlijken van dit soort vloggers, wat natuurlijk geen beroep is. Nou, lieve vriend, volgens mij is het wel een beroep, want ik vind hier toch zeker wel mijn geld mee. Dat werkt niet bepaald mee aan het idee dat je gewoon moet werken om een goed inkomen te krijgen voor jongvolwassenen. Iemand comment, ik liep vanochtend van mijn trap af en keek naar die Peugeot 308. Toen besefte ik dat ik helemaal geen trap in mijn huis had, laat staan een auto. Super droge reacties. Maar ook iemand zegt, geweldig toch, je zal er keihard voor hebben gewerkt. Geniet ervan en vol gas met de Ferrari. Hey. Hey. Het is een beetje wisselvallige reacties, want nou ja, die guy die dus zegt dat vloggen geen werk is. Prima, blijf dat maar lekker zeggen. Dan ga ik wel lekker door met niet werken, om het zo maar te zeggen. Daar reageren natuurlijk ook wel mensen onder, dit is het nieuwe geld verdienen. Lijkt me best pittig, zou niet in hun schoenen willen staan en altijd aan moeten staan. Nogmaals tegen die guy inderdaad, als hij het geen werken vindt, ga het lekker zelf doen dan. En probeer met geen werk geld te verdienen. Hey, succes. Wat een jaloezie. Deze jongen leeft het erover bijna iedere tiener en sommige volwassenen. Daarom is het ook leuk om er dagelijks naar te kijken hoe zo iemand leeft. Hey! Daar gaat mijn Ferrari. Jammer dat er weer zulke jaloezie reacties van komen. Als je ook een Ferrari wil, stop dan met Facebook en begin werk te verzetten. Zo, dat vind ik echt een goeie inderdaad. Hebben nooit gewerkt en gaan ook werken. Loop de hele dag met de kamer voor de snuffer. Dat is het nieuwe werken. Dat had je bij zelf moeten doen. Nou, kijk, dit is wel weer lief. Het is hem heel erg gegund. Niemand beseft wat er allemaal komt kijken. De druk om content te maken en jezelf elke dag te filmen. Ik doe het de mina. Nee. Ja, dat is trouwens waarschijnlijk onscherp, jongens. Maakt niet uit. Let op. Komt er weer een oude zeikende moeder? Welke opleiding heeft die puberale volwassene dan gevolgd om leuke filmpjes op te nemen? Welk diploma heeft hij? Geen. Een zorgkundige, een agent en brandweerman. Dat zijn legitieme beroepen. YouTube filmpjes opnemen is een hobby en geen werk. Oh, deze eindeloze reacties blijven ook altijd maar komen. Echt, hou je bek gewoon. Super veel respect nogmaals voor agenten, brandweermannen en weet ik wat. Begrijp me niet verkeerd, maar ga alsjeblieft niet zeggen dat vloggen geen baan is. Ik bedoel, doe het lekker zelf dan als je het geen baan vindt. Dat is echt mijn enige... Kijk, iemand reageert ook. Respect hoor. Ik heb dit ooit 3 maanden achter elkaar elke dag gedaan. Ik was versleten. Content verzinnen, elke dag maar overal wat leuks neerzetten. En als je thuis komt, 4 tot 7 uur lang bewerken. Diep respect. Dankjewel. Kijk, dit is iemand die het zelf heeft geprobeerd en er toch achter kwam dat het niet zo makkelijk is. Toch niet zo makkelijk geld verdienen als je denkt. Nee. Hier nog een moeder. Blijf het bizar vinden dat je met zoveel onzin zoveel geld kan verdienen. Ja, nou ja, als jij het onzin vindt, prima. Dit vind ik dan trouwens wel weer een mooie comment. Elke ochtend als ik de trap afloop, staat mijn koffie klaar. Het zien van mijn prachtige zoon en de geur van koffie is mijn miljoenen waard. Ook dat is geluk. De kleine dingen. Zeker waar. Marianne reageert. Ik ben al blij dat ik heel huids van de trap afkom iedere dag. Oh oh. Hey, deze gaat over Jade. En over mij. Niet te begrijpen dat je met die flauwekul zoveel geld kunt verdienen. De kids maar blijven overladen met reclame. Wat trouwens reuze meevalt. Moest verboden worden. En dan ook er nog een bloedmooie vrouw mee binnenhengelen. Vreemde wereld. Zo, kom je met mij. Ja. Deze man kijkt waarschijnlijk elke avond tv. En dan zei ik dat zijn kind reclames krijgt op YouTube. Terwijl het enige wat jij op televisie krijgt s'avonds is reclames, reclames na reclames. Maar nee, op YouTube mag het dan niet. Zeiksnoor. Ja, op tv krijg je. Kijk je 20 minuten de Voice of Holland en heb je kwartieren klaar. Dat is letterlijk de reden waarom ik geen tv meer kijk. Op YouTube kan je nog wegklikken ook. Dit is de juiste manier van voldoende inkomen genereren zonder slavenarbeid te hoeven verrichten. Zo. Dat is nog eens een vergelijking. Ja, hoe hoger je komt, zo is de val ook wel erg hoog. Laten we hopen dat we hem over 5 jaar ook nog met een artikel zien. Maar dan hoe hij het heeft in zijn garagebox van 15 vierkante meter. Heerlijk dat iemand zo uit de hoogte doet, met niks. Heerlijk zo'n uitkijk vanuit mijn serre in de tuin. Hoe kan je zo misgunnend zijn? Ook gewoon uit de hoogte doen, dus je doet helemaal niet uit. Ik ben letterlijk gevraagd om het interview te doen en er werden mij vragen gesteld waar ik gewoon antwoord op gaf. Hoezo doe ik uit de hoogte? Ja, gadverdamme, ben jij arrogante lul. Het grappige is dat ze dit 5 jaar geleden ook tegen me zeiden en kijk wat er in die 5 jaar veranderd is. Dus ik denk niet dat ik over 5 jaar in een garagebox zit van 15 vierkante meter. Ja, misschien ook wel, maar dan heb je nu in ieder geval de tijd van je leven gehad. Zeker waar. Nou, wat gunnen we elkaar weer het licht niet in de ogen? Stel dit was je kind of het was jezelf gelukt. Net of je die kans dan zou afslaan. De jongen heeft gewoon geluk gehad. Het is hem gegund. Dankjewel. Hey. Dat is ook zo. Alsof deze personen zelf niet de kans hadden gegrepen als ze, nou ja, op mijn leeftijd toen ik 13 was, konden beginnen met een YouTube kanaal. Nogmaals, dan had je het maar zelf moeten doen. Jongens, ik blijf het altijd zo apart vinden. Van die mensen die het zo helemaal
afzeiken en afkraken. Weet je, zo zit het nou eenmaal in het leven. Dan had je maar met dat idee zelf moeten komen 10 jaar geleden. Ik vond het wel even leuk om hier dus op te reageren. Dus aan de ene kant word ik echt volledig afgebrand door allemaal Facebook-moeders en Facebook-vaders. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel die het wel leuk vinden en leuk begrijpen en het gunnen. En dat is altijd wel grappig om het verschil te zien, zeg maar. Nogmaals, ik doe gewoon mijn ding. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En blijkbaar vinden veel mensen dat leuk. En ik blijf lekker mijn ding doen. Sommige mensen vinden het ook niet leuk. En dat is ook oké. Het is mooi dat sommige mensen er zo erg mee in hun maag zitten. En wat ik al 30 keer gezegd heb in de afgelopen 10 minuten is... Doe het dan lekker zelf. Ik wilde net zeggen. Ga je het nog vaker zeggen? Ja. Doe het lekker zelf. Nee, hou je mond. Kijk eens aan. We gaan de kamer uit. De klokmaker. De bootmaker heb je hier zo. Of de bootbuilder is het. Oh, wat hebben we hier? De woodworker. Kijk, zie je? Lachen. En het straatje waar het dus in zit is gewoon hier zo. Kijk even. Je zou ook niet zeggen dat het hier zo zit of zo. Maar wij gaan de Amsterdamse straat op. De hey. Amsterdamse straten. Yeah. Ah, en check eens wat daarachter zit. Wat zal dat nou zijn? Er loopt hier weer naast mij iemand die echt dolgelukkig is waarschijnlijk. Helemaal gelukkig. Zijn je nou echt... Ja, word je nu gelukkig? Nou, met dit weer moet ik zeggen dat geen één stad echt heel leuk is. Nee, dat is waar. Kijk eens wat mooi, jongens. Al die pandjes. En we hebben gelijk een aankoopje gedaan hier zo. Zo, wat een stad, hè. Ik heb niet eens gekocht. Wat een stad. Wat een stad, hè. Nee, mooi, ik hè? Heb de keuze gemaakt. Hey, ja? Er zit een jasje in, kijk. Het is lijkt ook een beetje, voor jou. Het lijkt een beetje op de kleur die ik zelf aan heb nu. Ik zal hem straks even laten zien. Hey. Want meneer was weer eens een jas vergeten. Ja. Maar ik heb hem nu ook niet eens aan, dus het maakt niet uit. Nee, het is niet koud. Het is ook inderdaad helemaal niet koud, dus het valt wel mee. We staan hier midden op de Dam. Wauw. Kijk eens. En de Dam zelf staat... Dit is de Dam, zo heet dat ding toch? Als Amsterdammer moet jij dat toch weten? Ja. Dit is de Dam. Heet is die zo? Dam? Ja, volgens mij wel. Hij staat zelf in de Stagers. In de Stagers? Jade heeft een restaurantje uitgekozen. Maar nu zitten we dus net online te kijken dat er blijkbaar een of andere rustachtige Porsche Martini besteld kan worden. Dus we gaan die straks krijgen. Jullie weten natuurlijk van de afgelopen vlog, zodat we heel vaak Porsche Martini's drinken. Maar straks krijgen we dus echt een ziek grote Porsche. We zagen hem al op iemand anders tafel staan, dus... Ja, we gaan het zien. Hij komt straks op tafel. Kijk, Seth, we moeten even een goed bodempje hebben, want anders trekken we het sowieso niet straks, denk ik. We zijn echt alcoholisten. Ik denk dat we een rommel nooit hebben. Ja. Kijk eens even, daar komt hij. Jeetje. Goed. Dat had ik niet. Dus, oh. Dankjewel. Enjoy, geniet ervan. Goedemorgen. Dit is echt niet normaal. Er gaan dus iets van 6, volgens mij 6 Porsche Martini glazen hierin. Maar check eventjes hoe groot die is in verhouding met de hele tafel. Gewoon. Nou. Eet smakelijk. Ja, jij ook. Hoe gaan we dit drinken dan? Hebben we rietjes? Oh, we hebben rietjes hier zo. Ah. Eerste slokje is voor mij. Ik kom er niet eens bij. Dit ding is net zo groot als mijn hoofd. En hij proeft wel echt lekker. Ja? Hij is wel echt lekker. Kijk dan jongens. Jeetje. Kijk, normaal krijg je dus een shotglasje erbij om het weg te spoelen. Maar wij krijgen er hier gewoon een normaal glas bij met Prosecco erin. Lekker. Ook omdat hij natuurlijk in verhouding super groot is. Dus vandaar. Dus. Het is gelukkig 7:30, dus we kunnen de hele avond uitnodigen. Dan zijn we tot net tot de conclusie gekomen. Ja, of je moet hier nog steeds zitten tot 12:00 omdat je zo langzaam drinkt. We zijn dus blijkbaar ooit een koppel geweest hier. Wat... 6 of 5 van deze dingen met z'n 2. Oh, 4. 4 van deze dingen met z'n 2 heeft leeg gedronken. En zo'n ding bevat 5 of 6 Pornstar Martini's. 12 Pornstar Martini's PP open. Oh, dat ben je echt helemaal eraf. Ja. 20:20, 19:00, 25 begonnen wij ongeveer. Hé, hey, bijna op. Oh. Ik denk dat dit onze staat genoeg beschrijft. Ik heb vanochtend zo mijn best gedaan om te sporten. Goedemorgen! Zo! Oh, sorry. Kom maar, mijn handje maar vast. Hoe voel je je? Zo, er gaat even een vliegtuig over hier. Ja, ik voel me echt exposed, want ik wil er nog licht is bij. Je voelt je betrapt. Ja. Normaal als je dan... Maar we hebben maar 1 Porsche Martini op. Die hebben we nog gedeeld ook. Nou, dat maakt er helemaal niet uit. Ik ben half op. Ah joh, dat maakt helemaal niet uit. Nee, daarom. Check dan hè. Kijk even door zo'n smal steegje waar we heen gaan. Zo. Boy, yo. Het ruikt hier ook gewoon overal naar wiet. Gewoon overal wiet ruikt. Ja, waarom denk je dat ik het zo fijn vind om hier te komen? Wiet. Ja.
What the fuck gebeurde daar? Ik ging op zijn bek. Je probeerde avond te zijn, maar je wilde geen hulp. Nee. Ja, dan zette net even de camera aan. Je zag het. Ik hielp even iemand overeind. Die viel ineens op een zanderig gedeelte, zeg maar, van de straat. Geen idee wat er gebeurde. Ik moest hem even overeind helpen. Ik dacht echt dat ik degene was die onderuit zou gaan, want het was echt super glad daar. Nee, hij was het. We zijn weer terug in de kamer. Geen idee nogmaals wat daar eigenlijk gebeurde. We liepen zeg maar over een soort van constructiewerk en ineens hoorden we een klap en die man ging op zijn bek. Dus vandaar. Maar volgens mij was het wel iets van een zwerver of zo. Ja, het was sowieso een dakloze, dat zag ik al, ja. Je hebt weer van je beste kant laten zien, hè? Zeker. Je karmapuntjes. Je zet de camera ook echt aan. Het begint buiten lekker een beetje te schemeren. Wij liggen hier lekker in de kamer, jongens. Kijk, die reusachtige klokjes trouwens op de muur, hè? Ik ben trouwens wel benieuwd, want morgen krijgen we dus een andere kamer en die ziet er dus anders uit weer dan deze, want dat is dus inderdaad wat Jade zei, de fietsenmaker. Dit is de klokkenmaker, dus die is weer anders dan deze. Oh, oh. Alarm gaat af. Wat gebeurt er? Oh. Oh, 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 oh. Wat gebeurt er? Hallo? Nou ja, alarm gaat af. Ja, dat doe jij toch? Niet? Allemaal. Ik weet niet hoe dat moet. Dan schrik ik die katten van slag. Oké, ik ga hem eraf zetten, ja? Ja, Is hij erop? Ben je aan het inbreken bij mij of zo? Nee, we moeten toch onze handen wassen. En die kettingen van die fietsenlager eraf hebben we erop moeten zetten. Oh, wist ik? Ik ben mijn auto halen. Sorry hoor. Ja, ik heb je nog gebeld. Van zet het alarm eraf. Oh ja, dat zou Jade doen, maar ze heeft het niet gedaan. Ah, oh, auto, ik heb die app niet eens. Ik zweer het, dat geluid van het alarm op mijn telefoon is echt zo naar. Ik heb dit een paar keer midden in de nacht gehad, hè. Oh, je schreeuwt zo fucking hard. Oh, sorry. We zitten gewoon in een hotel, hè. Ik heb het echt een paar keer midden in de nacht gehad. Dat de stroom eraf viel en dan gaat dus ook het alarm automatisch af. Zo, dat is een geluid, jongen. Daar word je gewoon echt bang van. Dat alarm... Beep, beep. Was niks gelukkig... Ik denk dat mensen wel weten wat een alarm is. Ja, was gelukkig niks aan de hand. Mijn ouders die moesten even de auto ophalen van mijn moeder... waar we dus de fiets in teruggebracht hadden. Het is donker op de straten. Kijk eens, jongens. De gordijnen gaan we lekker dicht doen en wij gaan lekker pitten. Jongens en meiden, morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Ik hoop jullie daar allemaal weer te zien. Wil je dat ook even uitdoen? Want het ziet er echt uit alsof je naar een andere dimensie gaat als je door die deur heen gaat. Ja, klopt. Kijk dan. Het lijkt net alsof je als je deze deur open doet. Alsof je zeg maar naar een... Ik wil het niet zeggen gaat. Oké, nogmaals jongens en meiden. Ik hoop dat deze oude focus vlog alsnog een beetje leuk was voor jullie. En dat jullie genoten hebben van deze vlog. Want sorry. Ik hoop dat het morgen wel geregeld is. Ik probeer het nogmaals zo snel mogelijk... Hou eens op! Ik probeer het nogmaals zo snel mogelijk te regelen. Maar dat komt allemaal goed. En dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen. Bij weer een nieuwe vlog. Bijna gaan we naar een super gaaf vakantieland. Dus bedankt voor het kijken. Top. Je zit zo irritant te doen, ouwe. Ik probeer gewoon... Ah! Even mijn outro te doen. Tot morgen. Dat mag echt niet. Houd sorry toch zeggen. Op, man. Sorry. Dank je. Tot morgen. En... en later.